De voortdurende koersstijging zorgt voor enorme frustratie onder het Surinaams volk. Daar wil minister Stanley Ragubarsingh van Financiën en Planning aan gaan werken. De bewindsman zei dit gisteren tijdens een regeringspersconferentie. Ragubarsingh roept de bedrijven die hiervoor verantwoordelijk zijn daarom op hiermee te stoppen. Elk van ons begrijpt dat een koersstijging funest is en dat een prijsstijging funest is. Sommige mensen denken dat banken en bedrijven er belang bij hebben dat die koersen stijgen. Het is niet zo. Iedere keer als de koers stijgt, verzwakken onze banken. Onze banken willen geen koersstijgingen. Onze bedrijven leven niet van koersstijgingen. Onze bedrijven leven van verkoop van producten. Hoe goedkoper die producten, hoe meer ze kunnen verkopen, hoe beter ze kunnen functioneren. Niemand, behalve speculanten, hebben belang bij koersstijgingen. En wij hebben de taak, ik ga u zo direct zeggen hoe we dat kunnen doen, om die koersstijgingen te stoppen. Om die koersstijgingen te stoppen. Niet op de eerste plaats met dwang, maar op de eerste plaats met het oproepen van bedrijven die dat doen, om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen land en volk. We kunnen altijd dwingen. Er zijn dwangmaatregelen, maar bij voorkeur niet. Bij voorkeur vragen aan het bedrijfsleven die daarin meewerken, draag je verantwoordelijkheid voor dit land. Ragubarsingh zegt dat het op gang brengen van een gezond economisch beleid gekoppeld is aan een goede begroting en stabilisatie van de koers. De monetaire autoriteiten zullen beter moeten samenwerken. Als je een OMO-operatie inzet, openmarktoperatie zoals de centrale bank inzet, dat probeert overtollige SRD's op te dweilen, maar uit de begroting blijf je een heleboel subsidie geven, die een heleboel SRD's zomaar de gemeenschap inbrengen, is het letterlijk dweilen met de kraan open. En dat betekent dus dat de coördinatie tussen het beleid van de centrale bank, het monetaire beleid, en het beleid van de begroting, die coördinatie moet beter. De bewindsman zegt verstrekking van subsidies niet uit het oog mag worden verloren. Het is immers niet nodig deze te verstrekken aan doelgroepen die dit niet behoeven, meent Ragubarsingh.